Marcelle, wil je ons even in een halve minuut vertellen waarom iedereen naar jouw seminar moet komen? Zeker, graag. Wat mensen leren is het geheim van overtuigen. Wat gebeurt er nou in je brein als je overtuigd raakt? Dus dan gaan mensen de hefboom snappen. En verder leer je in het seminar alles om zelf meer persoonlijke overtuigingskracht te krijgen. En hoe je je inhoud zo kunt brengen dat iedereen geïnspireerd raakt. En waarom is het zo belangrijk om overtuigingskracht te hebben of te ontwikkelen? Nou, ik denk dat in de huidige tijd mensen het steeds meer aankomt op persoonlijke overtuigingskracht. Dat komt bijvoorbeeld omdat internet kennis toegankelijk maakt voor iedereen. Dus waar je voorheen als adviseur of als expert nog kon leunen op je kennis, kan iedereen toegang hebben tot die kennis en komt het dus meer op jezelf aan. Dan Pink schreef jaren geleden al over de Free Agent Nation. En dat zie je nu ook in Nederland al gebeuren met het nieuwe werken, steeds projectmatiger. Dat mensen voor zichzelf aan de slag gaan, de hiërarchische verhoudingen veranderen. Dus je hebt het gewoon nodig dat jij zelf overtuigend overkomt. Daarom is het denk ik belangrijk. En waarom, of wanneer vind jij iemand overtuigend? Ik denk zoals iedereen hoor. Op het moment dat wij iemand zien acteren die zich thuis voelt. En de mensen die dat voor mij dan hebben, dat vind je misschien ook leuk. Yeah. Voor mij in Nederland bijvoorbeeld Nelly Kroes. Vind ik fantastisch. In het buitenland, ik vind Jeremy Clarkson vind ik zeer overtuigend. Die jongen van Top Gear. Hè? Marshall Goldsmith in de Verenigde Staten is een van de meest inspirerende en overtuigende mensen die ik de laatste jaren heb gezien en ook ontmoet. Ja, Bill Clinton natuurlijk, zoals iedereen. En Obama heeft een... Het zijn hele verschillende types. En wat hebben die allemaal gemeen? Dat ze zich thuis voelen dat bij zichzelf? Dat ze doen alsof ze zich thuis voelen en dat ze geïnteresseerd zijn in een ander. Dat is ook wat we doen als we van thuis voelen. Dan heten we onze gasten ook welkom en zijn we hoffelijk. Hebben we meer compassie met iedereen. En we gedragen ons naturel. Als mensen dat doen, dan ervaren we ze als overtuigend. Dus dat is ook waar ik gelukkig het goede nieuws kan brengen in het seminar. Dat mag ik nu natuurlijk nog niet verklappen, maar dan gaan mensen gewoon op het seminar. Dat de grote hefboom voor overtuigen is dat je de ander kunt ontspannen. Ontspannen is namelijk de basis om überhaupt onbewust overtuigd te raken. Dus dat je heel volgzaam achter een autoriteit aanhobbelt of wat de hele groep vindt. Maar er is natuurlijk ook zoiets als dat je over iets nadenkt en denkt, ja, het is eigenlijk wel een goed verhaal wat daar staat. Om ook te kunnen nadenken blijkt dat je ontspannen moet zijn. Ik ben heel lang bezig geweest met onderzoek naar het brein. Want wat gebeurt er? Nou, mijn hypothese is dat er 3 hersengebieden belangrijk zijn voor overtuigen. En daaruit blijkt eigenlijk dat op het moment dat wij bewust overtuigd raken, moeten kunnen denken, is het nodig dat we ontspannen zijn. En dat je hoog betrokken bent bij het onderwerp. Maar goed, nu ga ik het hele seminar, dat hoeft niet. Nee. Maar in ieder geval, mensen die overtuigend zijn, dat zijn mensen die in staat zijn om een ander te ontspannen. En dat kunnen natuurlijk uiteenlopende mensen zijn. Oké. En die, als ik me goed herinner, vind je stemgebruik ook heel erg belangrijk? Of is dat bepalend voor overtuigingskracht? Hoe zit dat? Ja, nou volgens mij ben ik de enige gek in Nederland die zich hiermee bezighoudt op deze manier. Dat heeft met mijn achtergrond te maken. Ik ben opgegroeid in Twente. Nou, je weet, we praten daar zo. Yeah. En wij spraken thuis dan Nederlands, maar op school sprak ik dus met de vriendinnetje zo. En toen kwam ik op middelbare school. Nou, toen kwamen daar 2 kinderen uit, 1 uit Utrecht en 1 uit Amsterdam. En toen dacht ik, god, dat klinkt toch een stuk hipper. Yeah. Dus ik heb mijzelf op een of andere manier anders leren praten. En daarna had ik 2 stammen. En toen ontdekte ik dus de invloed die het had, hoe ik sprak, dat mensen heel anders deden. En ik ontdekte als ik Twents, het accent gebruikte, dat mensen veel meer informatie gaven. En dat ik veel makkelijker bij ze binnenkwam. En waar lag dat dan aan? Nou, dat heb ik dus later, is dan het onderzoek wat ik nu nog steeds doe. Naast onderzoek naar het brein, maar ook welke indruk maak je nou met je stem? En dus dat is mijn vak geworden, mijn spraaktaal. Stempatholoog. En het onderzoek dat ik onder andere doe is dan naar welke indruk maak jij met je manier van spreken? En dat ken je vast wel, dat je iemand hebt aan de telefoon, dan heb je daar een bepaald beeld bij en die kom je dan tegen. Maar het klopt meestal niet. Nee, hè, van had ik toch zo'n ontzettend leuk type verwacht. Maar ja, dus dat gaat heel vaak mis, dus het beeld klopt vaak niet.
En het interessante vond ik toen ik ontdekte, en dat is nu al, we praten al ver voor de oorlog, dus zo'n 20 jaar geleden. Toen ontdekte ik dus dat uit dit onderzoek blijkt dat het beeld niet zozeer klopt, maar dat wij het heel erg met elkaar eens zijn over hoe iemand wel zal zijn. Met andere woorden, je kunt voorspellen hoe iemand ervaren wordt. En dan blijkt bijvoorbeeld iets als heesheid. Dat overal ter wereld vinden mensen dat een boeiende persoonlijkheid. Als je met iets meer heesheid toevoegt, dus meer... Nou, yeah. Met Twents bijvoorbeeld, dan zegt iedereen recht door zee, recht schapen. De vraag is ook een beetje of we warm en koud stromend water hebben. Dat hoort ook een beetje. Dat is weer het nadeel van een Twents. Maar je bent wel in het voordeel in een onderhandeling als mensen veel meer... Dus kortom, ik ga er veel te veel over vertellen. Yeah. Dat vond ik fascinerend. De mensen die zich met stemtraining bezighouden, die leren over het algemeen allemaal dingen af. En ik ben dus al nu heel lang bezig om mensen te leren. Hoe kun je zo spreken dat je overtuigend klinkt? Hoe kun je zo spreken dat je onweerstaanbaar klinkt? Nou, dat vinden mensen gaaf en ik vind het leuk om te leren. Dus ja, omdat ik eigenlijk bij wijze van spreken de enige ben die zich hiermee bezighoudt, vind ik het en ik vind het gaaf om te vertellen. Is natuurlijk nog veel meer voor overtuigingskracht dan alleen stem. Maar het is echt te leuk als je merkt dat mensen echt met een heel simpel met ingreep ineens overtuigend zijn. Ik heb het bijvoorbeeld met groepen wel eens. En dan zeg ik, dus je kunt je stem in de hoogte gebruiken. Het is een voorbeeld, hè? De stem in de hoogte. Als ik dan vraag in zo'n onderzoek, stel ik vraag jou mee te doen in het onderzoek, dan laat ik jou iets hoog en laag zeggen. Hè? En dat wordt dan aan groepen proefpersonen voorgelegd en die zien jou dan niet, maar die gaan dan scoren. Wat is het voor iemand en wat verdient die en hoe zien ze eruit enzovoort. Nou, dan vult iedereen dus vergelijkbare beelden in. Met zeg maar, als je wat in je hogere bereik, waar hoor je dat ik nu wat hoger zit? Nou, dan vult iedereen in vriendelijk. En ook allerlei andere associaties, maar iedereen schrijft op vriendelijk. Als ik jou vraag om je stem mee in de laagte te gebruiken, dan schrijft iedereen op autoriteit, leider, gezond, volwassen. Iedereen. Dan denk ik, oké, stel je voor dat ik in de vergadering zeg, jongens, ik heb nog één punt. Nou, dan denkt iedereen, leuk, maar wij gaan even koffie drinken. Praat jij rustig door. Terwijl als je wil dat iedereen luistert, dan kan je dus je stem ineens in de laagte. En dan zeg je, jongens, ik heb nog één punt. En ineens luistert iedereen. Nou, iedereen heeft die bereik gewoon in zich. Nou, en als je het één keer weet, dan denk je, god, dus daarom word ik wel voor alle feestjes uitgenodigd. Maar gaan ze niet met mijn plan instemmen. He, dus het heeft zo zijn voor's en zijn tegens. Nou. En is het dan dus ook een goed idee om te variëren met stemgebruik afhankelijk van je doelstelling? Ja, want stel dat ik zeg, ik heb zaterdag een barbecue, kom je ook? Ja. Dan kom je niet. Je gelooft wel dat er een barbecue is, maar je komt niet. Hè? Dus dan is het dus juist weer handig om die andere stem. Ja. En wanneer is voor jou een seminar geslaagd? Wanneer ga je tevreden naar huis? Wow. Nou ja, als ik mensen zie glimmen en denken, oh, dit ga ik vanavond meteen thuis. Of uitproberen. Ja, of dat, en dat vind ik heel gaaf. Als ik achteraf mailtjes krijg van mensen die zeiden, ik heb dit of dit, ik had geen idee en nu heb ik dat ingezet en het werkt en dat vind ik geweldig. En wat ik laatst heel erg gaaf vond, toen kwam iemand na een lezing naar mij toe en toen had hij dus het boek en toen vroeg hij of ik dat wilde signeren. En toen zei, ik geef het aan mijn zoon, want die heeft dit nou echt nodig. En dat vond ik zo ontroerend, dat iemand dus voor zijn kind. En, dus dat is een groot compliment. Enorm, vind ik geweldig. Ja. Het is zo leuk om... Maar heel veel mensen denken, ja, overtuigingskracht, dat is magisch. Weet je, je hebt het of je hebt het niet. Nou ja, ik ben er nu dus al zo 18 jaar mee bezig. Wat maakt nou of iemand overtuigend is of niet? En wat is nou eigenlijk aan de hand in dat brein? Nou, als je dan dat... Eigenlijk is het dus in 10 minuten uit te leggen. En mensen zijn echt verbijsterd. En kinderen kunnen natuurlijk ook al overtuigen. En dan ineens snappen ze, dus het is geen magie. Als mensen één keer zien wat de hefboom is, dan kunnen ze zelf daarna gewoon oefenen en het is helemaal niks. Dan is er niks meer. Ja, ik zou het leuk vinden als mensen mij daar per se voor nodig hebben, maar dat hoeft niet. Dus het goede nieuws is dat iedereen kan overtuigen als je één keer weet wat de hefboom is. Nou, dat vind ik gaaf. Dan denk ik, nou, uitdelen maar. Word er gelukkig mee. En als mensen dan dus later zeggen, nou, ik ben er gelukkig mee, vind ik geweldig. Echt heel gaaf. Dankjewel.